Goeiedag, mijn naam is Hans Hagebout, klantentrainer bij Extended. Ik wil jullie wat vertellen over de ColorCube-serie. Dit hier is de grootste multifunctional, maximaal papierformaat SRA 3. De ColorCube-serie bestaat ook nog uit de multifunctional die maximaal formaat A4 kan verwerken. En hij heeft ook nog een machine die alleen kan printen. De ColorCube is een kleurenmachine die gebruik maakt van Solid Ink technologie met ConnectKey functionaliteit. Solid Ink is een was die op papier wordt gespoten met een lagere temperatuur dan een traditionele laserprinter. Het is geen inkt, het is geen toner. Hij wordt gebruikt in de ColorCube die inzetbaar is in elke kantooromgeving. De ColorCube 93 serie heeft een aanraakscherm met duidelijke symbolen. Mocht er onverhoopt wat misgaan, dan wordt de gebruiker begeleid door middel van een videoboodschap die op het scherm verschijnt. Slimme verbruiksartikelen voor deze machine. Ik vervang bijvoorbeeld de Solid Ink. Toegankelijk bovenop de machine. Kan maar op één manier geplaatst worden. Ik kan er geen fouten bij maken. Tevens krijg ik een instructie op het scherm hoe te handelen. Eventueel achter de grote voordeur, bij de oranje kleur, de reinigingsmodule. Dat is het enige item wat de gebruiker hoeft te vervangen. En dat is een heel groot voordeel in vergelijking bij een laserprinter, waar je een heleboel onderdelen hebt die je regelmatig moet gaan verplaatsen. De machine heeft een hele korte papierbaan, waardoor er weinig kans is op een papierstoring. Mocht het nodig zijn om storing te verhelpen, dan zie je dat op het aanraakscherm door middel van een video-instructie. Als ik het paneel open doe, zie ik een LED-verlichting. Die geeft mij een duidelijk beeld waar eventueel een papier vast zit, zodat ik het heel snel kan verwijderen. Deze machine maakt gebruik van een lagere inbrandtemperatuur dan de traditionele laserprinter. Voordeel is minder energieverbruik en minder kans op krullen en dat betekent ook minder kans op papierstoring. Solid Ink is een duurzame technologie gebaseerd op hars. Dat betekent minder energieverbruik omdat niet meer hoeft te worden ingebrand. Dat betekent ook geen CO2-uitstoot en beter voor de werkomgeving. Een ander voordeel is, je hebt 90% minder afval. Mede omdat de verpakking kleiner is, betekent dat ook dat je minder opslagruimte nodig hebt. De ColorCube kent op het gebied van beveiliging dezelfde hoge standaard als de andere Xerox multifunctionals. Denk aan beveiligd printen en versleutelde documenten. De machine werkt zeer efficiënt. Het is mogelijk tijdens het gebruik de verbruiksmaterialen aan te vullen. Tevens is het mogelijk te multitasken. Dat wil zeggen tegelijkertijd scannen, kopiëren en printen. Je was gewend bij een kleurenmachine dat er twee tellers waren. Eén voor zwart-wit en één voor kleur. En kleur was erg duur. De ColorCube rekent hier definitief mee af. De ColorCube heeft drie tellers en differentieert ze aan de hand van het aantal pixels. Teller 1 met weinig kleur is voor de zwart-witprijs. En dan moet je denken aan briefpapier met een logo. Teller 2 is iets meer kleur en teller 3 is full color. Ten slotte heb ik nog een tip voor jullie. Je kunt door middel van een briefpapierapplicatie je eigen briefpapier printen, waardoor deze valt in teller tik 1. Dat betekent lage kosten ten opzichte van het laten drukken.